Ik vind dit gewoon niet kunnen. Dit is niet communiceren. Zo communiceer je niet met mensen in de stad. Zo communiceer je niet met mensen die in het probleem zitten. Duidelijke taal van Jan Hamming van oppositiepartij Las. Verantwoordelijk wethouder Anja Timmer is verbaasd dat deze brief verstuurd is. Nou, mijn eerste reactie was eigenlijk wat ongelooflijk stom. En dan, dan doe ik niet alleen op de inhoud van de brief, maar dan denk ik, het is een groep kwetsbare mensen, veel mensen maken zich zorgen over hoe gaat dat hè, voor mij en mijn zorg na 1 januari. En dan mag je eigenlijk dit soort fouten niet maken. En de andere kant is dat ik denk, ja weet je, iedereen die werkt kan een fout maken, dus, maar het is gewoon heel erg, ik baal er ontzettend van. De brief is bedoeld voor mensen met een langlopend PGB. En ook al woon je in Almelo, er staat in dat deze zorg via de gemeente Enschede gaat lopen, omdat u in het werkgebied van deze gemeente woont. Als je dit leest, dan denk je als als je dat aangaat, dit is van de gemeente en ik moet me verantwoorden. En bovendien wordt er dan al verwezen van, uh, 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 u moet zich melden tot de gemeente Enschede en dit doen we namens de gemeente Enschede terwijl je Almelo bent. Wat moet ik hier nou over denken? Dan raak je toch in paniek? De brief is verstuurd door H.H.M. Dit bedrijf is ingehuurd om te onderzoeken hoeveel zwaardere PGB-cliënten in Twente wonen en wat voor zorg zij nodig hebben. Maar waarom kunnen de Twentse gemeenten dat niet zelf? We hebben gewoon die, die menskracht niet, dus we hebben dat uitbesteed. HHM is op zich ook een, ja, is een goed bureau, uh, maar de, het is vooral de tijdsdruk en de, de, de hoeveelheid werk die we hier al hebben. Dat is de belangrijkste reden om het aan een bureau te vragen. Ja, dat kan wel zo zijn, maar als je een dergelijk bureau in, inhuurt die een dergelijk communiceert naar de mensen toe... Dan zeg ik tegen dat bureau van jongen, ik, als ik zakenman was, ik, ik ben zakenman, maar hier spreek ik als politicus, met jou doe ik geen zaken meer. De deur zit dicht, daar zit het gat van de deur, want het is een ongelooflijke, schoftige brief. Maar ik begrijp dat er al contact is geweest, ook met HHM, die zijn diep door het stof gegaan, kan ik hier wel melden, hebben echt je excuus aangeboden en daarmee is het niet weg maar daarmee denk ik ook dat de zekerheid er is dat het daar in elk geval niet meer gaat gebeuren en ik denk dat het inderdaad zo is dat we dit gewoon op ons eigen briefpapier moeten doen dat voor de mensen ook inderdaad duidelijk is dat het post van ons is of in het andere geval van de gemeente Enschede dat mensen ook niet het beeld wat u schetst van uh, is het wel een serieuze brief zijn het, zijn het mensen die kwade dingen willen dat dat helder is dat dat in elk geval niet aan de orde is